dit is goede content. Dat gaan we niet doen, hè? Content. Niet doen, hè? Zegt hij. Dat is wel cool dat je dat zegt. Dat gaan we niet doen, hè? Tuurlijk ga je het dan doen. Maar ik vind het wel leuk, gewoon een beetje kattenkwaad. Zeker. Het is alleen jammer. Ze gooien niet een oude brommer of zo, een oude scooter. Nee, deze gast zit echt s'avonds met zijn vrienden. Het was echt belachelijk. En ik zat gewoon in het bootje en denk, wordt gewoon water over jij gegooid. Ja. What the fuck, ik ben toch geen plant? Klootzakken! Vijf reten, vijf natte reten. Die man is hier niet zo content, ouwe mee. Vijf reten. Kom op dan. Wat beest. Hoi, leuk dat jullie kijken naar Dumpert Reten. Vandaag met Sylvana en René. Ja! Wauw! Yeah. Weet je wat ik altijd zo raar vind als mensen hun eigen naam op hun lichaam tatoeëren? Want je vergeet je eigen naam toch niet? Of vrouwen met zo'n, dat er dan zo'n naam staat. Ja, of dat ze het op een trui of zo zetten of zo, dat is best wel gek. Of een trui is nog sneller. Nee, dat is echt het zieligste eigenlijk. Ja, klopt. Dit. Ik zou het grappiger vinden als ze een handstand doet. Ik snap hem niet. Nee, dat... Oh, gelukkig. Ik zit helemaal... Oh, ik snap hem wel. Ik snap hem wel. Deze sfeer. Ik snap sorry. Hem. In de kut. In de... Oh, in de vage, in ja. De dat ja. Ja, sorry. Maar ik zit helemaal verkeerd. We hebben geen augurk, maar we hebben wel komkommers met azijn. We doen het zo. Nee, maar het lijkt toch niet zo moeilijk? Jij krijgt een stukje om te proberen. God, wat ben ik ook een loser gewoon. Komkommer werkt trouwens heel goed tegen diarree, wist je dat? Nee. Doet alleen ontzettend veel pijn. Ik gooi hem onderhands. Moet hij wel? Het gaat wel pijn doen, denk ik. Nee. Echt? Iets verder open. Nee. Dat wilde je gewoon iets te graag. Kijk, komt-ie. Oh. Hij ging goed. Als je niet blokt, zat hij er vol in. Het heeft toch iets seksies op een of andere manier. Ik denk dat dit mijn nieuwe niche op porno wordt. Ik denk dat dit voor, voor Shrek is dit, denk ik, echt de shit. Het leuke aan een komkommer is, als je nu een hapje neemt, dat je zo doet en de calorieën er al af zijn. Het bestaat namelijk 99% uit water. Klopt. Net als mijn hoofd. Zo. Beetje overdreven. Wat de fuck maak ik mee, joh? Ik denk wel dat dit ergernissen zijn die nu wat meer gaan komen. Dat mensen toch echt langzaam ook bij de kast zijn. Deze vrouw, hoe zij liep te schreeuwen en zo, ook voor een kleine tikkie. Ik denk dat het een beetje een rare chick is. Ik wil de politie. Ik wil de politie. Dit is hoe ik schreeuwde op het voetbalveld bij Berco Heren 6. Ah! Bij Berco Heren 6 ja, heb je gespeeld? Ik kreeg zo'n tikkie zo, weet je. Nee, dat meen je. Ja. Bij Berco Heren 6? Bij Berco Heren 6. Wauw. Ja. Mooi om te zien hoe de crisis mensen toch samenbrengt, hè? Er is al iets voorgevallen, anders gaat iemand dit niet zo filmen. Die denkt, oh, dit moet ik even filmen. Ja, dus klopt. Zij waren waarschijnlijk al een beetje aan het matten onderling. Misschien zijn ze gewoon getrouwd. Ja. Misschien is het gewoon een stel. Dit zou heel goed kunnen, ja. En is dit gewoon een soort voorspel? Ik wil de politie! Hashtag alleen samen krijgen we corona onder controle. Drie reten. En ik mis een beetje de clue. Ik mis eigenlijk gewoon een beetje de boodschap. Ja. Nul reten. Laat je borst daar rond je tepel even zien. Ja. Oké. Okay. En dit is nog geknipt, hè? Is het zo lang? Dat is nog geknipt, ja. Jezus. Nou, dat is toch ook, een statement, toch? Dat je het langer laat gooien. Nou, zeg maar tot 8, 9 centimeter en dan... Kan die kanker-homo-robot Jette even het klimaat aanpassen? Achterlijke flikker. Nou, ik zou het uitmaken, hoor. Stink homo. Ik vind het heel erg, maar toch moet ik lachen. Nou ja, ik zou toch
elke dag op een andere manier beginnen, maar als dit zo'n ding is, ja. Kanker homo. Droog oplezen maakt kanker homo grappig. Een homo die moslims in de kont probeert te kruipen. Sorry Rob, maar het gaat niet werken. Dat is niet dat waar. Dat kan niet eens. Je kunt niet iemand er helemaal inkruipen natuurlijk. Nee, en dat, hoezo, weet je, dat deed Pim Fortuyn ook. Dus wat is het probleem? Als jij nu eens je pijpmondje dicht hield, scheelt ook ademruimte voor bijvoorbeeld de grote mensen in de Tweede Kamer. Wat is dit voor... Ik dacht dat we leuke filmpjes van mensen die... Nee, ja. Weet je wel, met de vingers in de kleuters, met de vingers in de blender en zo. Dat soort leuke shit. Kan niet een van zijn vriendjes een piemel in zijn mond stoppen? Nou, nee. Oké. Okay. Steek hem in je reet en ga op de Dam staan. Maar wat dan? Hè? Steek hem in je reet en ga op de Dam staan. Ja, dat hele monument. Het hele monument. Achterlijke flikker. Pak hem even op iets anders, weet je wel. Ik vind het niet echt origineel. Ik had het wel, zeg maar, voorgelezen en dan belachelijk gemaakt of zo. Of juist heel serieus genomen. Ik vind het nu alleen maar deprimerend. En dat is niet de bedoeling van homohaat. Vier reten. Waarom komt een homo uit de kast? Waarom komt een homo uit de... Geen flauw idee. Dat hij in de kast geen flikker ziet. Oh ja. Heel mooi. Ja. Dat is toch best wel een leuke dan? Dit is best wel een leuke. Dit zou jij gewoon naar Rob Jetten kunnen appen. Stink homo. Dit zegt natuurlijk alles over hoe sneu en vervelend en eng mensen kunnen zijn. Ja, dat is dit. Oh, dit moet eventjes René trouwens. Mag dit nog eventjes? Oh ja, ja, ja. Dit is het shirt van Stichting Aap. Dag. En zij zoeken vrienden. De apen dan, hè? Of Stichting Aap? Nee, ik heb het begrepen dat zij echt apenvrienden zoeken. Heb je koud? Nou, dan lijkt het wel op, hè? Wow. Of ik ben gewoon een beetje geil. Dus heb je niks te doen en heb je geld te veel, ga naar Stichting Aap en doneer. Ik heb dus een autoradio gekocht. Hoezo? Jij niet eens een auto? En nou een komkommer in de bek gooien. Ja, jij kost toch laatst ook een BH. Het leukste vind ik die moeder op de achtergrond. Die ik echt super grappig vind. Ik heb dus een autoradio gekocht. Hoezo? Jij niet eens een auto? Ja, jij kost toch laatst ook een BH. Ik vind het flauw om vrouwen te wijzen op de omvang van hun borstpartij. Dat doen we bij mannen ook niet. Zoals bij Martijn, die echt huge man boobs heeft. Ja, ik begin wel... Zie je dat hier of zo? Nu? Nee, nu zie je het niet. Maar ik weet dat wel, want ik zie soms foto's van jou. Dan denk ik echt van, wow, kan ik jou inderdaad Grieks... Nee, tussen de borst is Russisch. Russisch? Ja. Grieks is anaal, volgens echt? Mij meer. Ja. Oh. Weet je wel, dat is een flauw. En als het echt een Russische dame is, dan heb je de borst en dan draai je die zo open. Er komen er iets kleiner borsten uit. Zo. En zo ga je af, ja. Ik heb dus een autoradio gekocht. Hoezo, jij niet eens een auto? Ja, jij kost toch laatst ook een BH. Dit is gewoon situatie. Hoe je in Drenthe vrouwen versiert. Ik denk, ja, blijkbaar. Ja. Ik heb een auto, radio, jij hebt geen tieten. En dan, ja, let's go. Onze favoriete ronde, de vraag die we vorige week hadden gesteld aan iedereen was... wat ga jij doen met je vakantiegeld? En de winnaar die krijg je ook weer een goodiebag. Een goodiebag, ja. Ja, en de leukste... Oh, wat zit er in een goodiebag? Oh, dit is hem. Ja. Ja. Oh, hier zit een mok zit hierin. Nog een mok zit hierin. Nee. Drie mokken zitten erin. Nee, de mok zit er al sowieso in. Komkommer zit erin. Dit doe ik heel slecht, of niet? Ja. Er zit alcoholgel. Nee, zit er echt veel te duur. Nog een mok en... Nog een mok. Bosje koekwous. Oh, is hij ook weer. René, ben je overvallen door een paar shoppies omdat je geen schoenen meer hebt? Jeetje, wat een gekke week. Wie hadden jullie wel eens gast doen? Ryan Panday. Nee, Poedi is het. Nee. Jawel. Poedi. Dat kan je niet zeggen. Ryan Poedi. Dat is de officiële uitspraak. Ryan Poedi. Echt? Ryan Poedi. Ja. Ryan Poedi. Wat ik zou doen met mijn vakantiegeld is Nick inhuren om te koken. Sylvana als date en Ginger Lion als vuurtoren. Toch nog het gevoel alsof je op het strand ligt. Ja, je zou ook het kampvuurtje kunnen zijn. Ja, of de geïrriteerde plek rond je eikel. Blonde laagstreep Teef schrijft. Leuk dit is sowieso een man die dit. Ja, leuk dat Robert Jensen ook meedoet. Ja. Ja. Ik keek vroeger Jensen en ik vond het echt leuk. Leuk. Dit ja, vroeger echt, was het echt leuk, ja. Hij is echt een totale retard geworden. Ja, hij is een beetje... Ontspoord lijkt het wel. Hij vreet zich helemaal op. Hij snuift ook bitterballen volgens mij. Zo hij, het comment is ook. Ik ga voor mijn vakantiegeld veel bier en bitterballen kopen. Ja, dat krijg je. Tropie Liam schrijft... René, wat ben jij een nare lul. Iemand heeft zo zijn best gedaan en dan ga je er zo mee om. Kansloos. Zullen we hem nog even laten zien dat het nog heel is? Lievertje, nee, ik bedoel het niet zo. Het was allemaal voor comedy. Wat is dit dan? Fucking lelijk. Maar ik wil wel laten zien dat ik waardering heb voor mensen die iets maken. Ja, het is heel lief dat ze wat voor ons maken. Maar nou, kijk, echt, sorry, weet je wat ik hiervan vind? Nee. Gefeliciteerd met je goodiebag.
gozer die 163 kudo's had gehaald en die mij als vuurtoren wil inhuren en jou om mee te spelen? Ik denk wat een goede vraag zou kunnen zijn, is ook wat jullie hier laten zien, is hoe hou je vriendschap en collegialiteit, hoe hou je dat fris zonder dat je elkaar naar het leven gaat staan. Ook al werk je heel veel samen, dus hoe doe je dat? Heb jij ook goede beftechnieken? Dat is misschien een betere. Ja, wat is een goede beftechniek? Of het is al gebeurd. Laat het liggen! Zijn aantekening stond erbij. Boze mensen naar aanleiding van Enschede grappen vorige keer. Ja, laten we daar nog even over hebben, deze aflevering. Als je Enschede hebt meegemaakt en je ziet dit. Ik woon in Amsterdam, of in Zwolle-Zuid. En daar zijn gewoon lichaamsdelen gevonden, ook in Zwolle. Een paar oren gevonden van iemand uit Enschede. Ja, dat is echt waar. Ja, komt er komt geen grap. Nee, er komt echt een goede grap. Nee, ze wisten dat die oren van iemand uit Enschede waren, omdat de vingers er nog in zaten. Maar was er een krantenartikel over gekomen over jouw grapje? De Telegraaf zo, of ja, of volgens mij de Enschedese anus had er aandacht aan besteed. Ja, zoiets kuts. Wat is hier gebeurd in Nijmegen dan met deze explosie? Ook gênant dat je dan best wel ook gênante spullen van je op straat liggen. Ja, dat ja. Net je dagboek. Je trilei. Ja. Laat het liggen! Maar hij mag blij zijn dat het in Gelderland of zo is. Want als dit in Rotterdam was geweest, dan hadden ze hem niet geholpen. Maar ze gewoon nu zijn spullen gestolen en weggegaan. Oh. In Polen was het nu alweer gemaakt. Ja. Dan zie je dat er overal... Ja. Leuk is dit, man. Stereotypes. Ja. In Suriname had hij gewoon blijven liggen. Van een huis komt je wel liggen, man. Chinezen hadden gewoon één hele lange muur toen hij dat verplaatst. Ja, klopt. Toevallig een week geleden de Untergang nog een keer gezien. Oh, te gek. Ja, het is wel echt lachen, hoor. Ja. Ja. Op een vrijdagdag. Ja. Nee, dat is wel, ja. Ja, het blijft een goede film. Nee, nu komen we wel lekker op gang eigenlijk. Ja, doe deze video met die explosie. Dat zorgt Hitler. Ja, Hitler zorgt even met lekker... saamhorigheid. Ja. En met beide beentjes op de grond. Schindler's List en... Ik geef de Schindler's List versie 5 reten. Die knels. Mat, wat zit er weer in één keer? Huh? Mat, ik ken jij niet. Ken jij mij niet? Nee. Jij gaat mij toch in de kofferbak stoppen, of niet? Kofferbak stoppen? Ken jij mij toch in de kofferbak stoppen? Wie ben jij? Prachtig hoe zo'n beetje opgepompt ventje die denkt dat hij alles is, gewoon helemaal afdruipt. Ga eens even aan de kant, Kroes. Ga eens even aan de kant, Kroes. Kan politie wel alsjeblieft? Niks politie wel. Jij gaat mij toch in de kofferbak gooien? In de kofferbak gooien? Huh? Of niet? Moment, ik kom allemaal naar de kofferbak komen. Ik weet helemaal niet wie jij bent. Ja, ik wil die andere gast wel zien. Volgens mij een hele gezellige, toch wel intimiderende gast. Met uw euro overmaken en uw teksten bijschrijven. Ik heb je al gezegd, haal hem met rust laten. Goed. Hij is wel heel schuldbewust gelijk. Hij weet wel waar het om gaat, Zodra hij zegt euro meisje, is het van... Ja, nee, oké. Ja, duidelijk. En mij nooit meer bedreigen, ik hou jou in de kofferbak, vriend, hè? Wat ga jij mij in de kofferbak gooien met de bandidos? Ik heb dat toch opgenomen, jongen, kankermogol. Het is wel leuk ook dat accentje geeft het ook iets liefs. Ja. Het is toch liever om te zeggen, hey, kankermogol, moet je, als je dat nog een keer zegt, jongen, dan ben je echt voor mij, hoor. Die knel. Huh? We hebben het nog niet vanuit het perspectief van de klant bedacht, maar je zit daar gewoon, je wordt lekker geknipt. Yeah. En dan krijg je klapper ineens een klap. Oh, dit is hem. Kapper. Ja, laat zien wat hij zegt. Jij gaat mij toch in de kofferbak stoppen, of niet? Kan jij mij toch in de kofferbak stoppen? Wie ben jij? Ongeacht wie jouw fucking naam is, I give a fuck shit. I give a fuck shit, ja? Yeah? Ik vind dat hij wat weinig tattoos heeft. Die knel. Wat zit er weer in een keer? De neckpads krijgt 5 reten. Dat wel. Ja, die was als je het hebt over neckpads, was dit wel echt een goede neckpad. Ja. Tokkie slaan, 5 reten. Het is wel een mogelijkheid, begrijp ik. Want u wijst het niet af op dit moment. Ja, maar dat is natuurlijk de journalistieke vraag. Ja, dat klopt. Meneer Rutte, wanneer bent u gestopt uw vrouw te slaan? En dan moet het antwoord zijn, nooit. Nou, dan is de vraag, sinds wanneer heeft u een vrouw? Maar goed, dat zou mij wel vragen. Maar je hoeft toch helemaal geen vrouw te hebben om niet te kunnen slaan? Nee, ik kan ook de buurvrouw slaan. Meneer Rutte, wanneer bent u gestopt uw vrouw te slaan? En dan moet het antwoord zijn, nooit. Ik vind hij doet het ongelooflijk goed. Hij is zo lekker natuurlijk. Ik word er zo moe van. Hij is van zo die, chill. Van die mainstream figuren die dan zeggen, oh, wat doet hij het goed. Oh, wat doet hij dat goed.
Hij heeft de hele teringzooi gesloopt. Ja, dat zou mij wel vragen. Hij is heel rustig en bekend en ervaren en we kennen hem allemaal. En dan zeggen we allemaal van, oh, als hij het zegt, dan zal het wel goed komen. En betrouwbaar. Dat is een beetje die vibe. Hij heeft een hele betrouwbare vibe dat iedereen het wel oké vindt. Maar ik denk dus echt als... Nou, gewoon... het is natuurlijk ook een slang van je welste en hij is zo glibberig als maar kan. Hij is de meest glibberige teflon gast die er bestaat. Ja, dat zou mij wel vragen. Dit was een leuk filmpje. Mark Rutte is eigenlijk gewoon een reageerder. Hij woont in een, op een zolderkamertje. Dit is te gek. Wat is dit dan? Oeh, oh, dat is zo'n... Het was om de beeldscherm recht te houden, maar... Nu niet meer. Nee. Niet meer. Oh, ja? Een jongen met speciaal talent. Nee. Ik kan me heel goed voorstellen dat de beesten daarop reageren, want hij doet hem heel goed en strak na. Ja. Ik wist wel dat het goed zou komen met Dennis Schouten. Altijd. Echt totaal niet zo. Jawel, een opgeschoren kop en een praat als een boer. Dennis Schouten. Ik vind zijn imitatie nog beter dan die van de schapen zelf. Heb jij een bijzonder talent wat je kan? Zeg maar iets wat ik kan. Ik kan pingpongen dat ik zo. Ik kan ook heel goed beffen. Ik kan heel veel dingen met mijn tong. Oké. Okay. Dus. Ja. Okay. Ik heb zelfs een keer echt per ongeluk een vrouw doodgebeft. Oh. Serieus, de politie sprak van een liquidatie. Oh. Heb jij nog een speciaal talent, René? Nee, maar iets anders. Je kan wel wat. Ja, hij kan zijn tepelhaar. Doe een tepelhaar terug. Doe tepelhaar terug. You will read what you sow. You. Oh jee. Uh-oh. Say goodbye to your family. Oh my. Oh, dit is gewoon echt, joh. Weg, Joris. Ja. Kan je met slow-mo afspelen? Ik wil eigenlijk wel zien hoe die geraakt wordt. Kom, pardon, popom. Ik kom zo thuis, schat. Zet je het eten vast in de magnetron? Er is niks aan de hand. Bang. Dit kun je niet rijden. Dit is gewoon iemand wordt aangereden. Geweldig. Ja, nou ja, ik vind het één reet. Ik vind het nul reet. Ja, dat vijf, is grappig vijf. Gebeuren. Ja. Ik vind het vijf reet. Het is grappig. Hij staat te schreeuwen en hij krijgt een auto op zijn bakkes. Geweldig. Oh. Jongens, we zijn alweer bij het einde van deze aflevering. Woe. Martijn, onwijs bedankt. Ik vond het heel erg leuk om weer te zijn. Wat fijn. Ja. Wat gezellig dat je er was. En je positieve energie. En volgende week zijn we er gewoon weer. Godverdomme! Wat je erbij? Wat beest. Oh!